Hallo zusammen, ich würde euch gerne erklären, was Lach-Yoga ist und das auf Berndeutsch. Nou, wij gaan even vertellen wat de 5 unieke punten zijn voor lachyoga. Een uniek concept. Hier komt punt 1. Zonder reden. Különleges koncepció amely azon alapul, hogy tettetett nevetésből spontán nevetés alakul ki. Förum ekki neina brandara, við förum ekki skopskin, við förum ekki grímyndir, við bara hlæjum og hláturum er smitandi. Это уникальная идея, потому что для того, чтобы мы могли смеяться, не нужно специальных шуток, не нужно анекдотов и не нужно смотреть никаких кинокомедий. Лах зонder reden. Je hebt er geen enkele reden voor nodig. Лах niet om porn, niet om grap, niet om film, is niet andere dingen die we normaal leuk vinden. And no sense of humor. So if you've never laughed before in your life, we'll teach you how to laugh. Moet je rekenen, nee, je weet de comedie. Nei, klausyti ir pasakoti kažkokių anekdotų, mes galim juoktis be priežasties. Ir kaip tai galima pasiekti? It's a scientific fact that the body doesn't know the difference between fake laughter and genuine laughter. Vous sécrétez les mêmes choses, les mêmes hormones, noradrénaline, sérotonine, etc., etc. Les hormones qu'on appelle hormones du bonheur, hormones du plaisir et de la régulation de l'humeur. Und am Anfang ist es schon schwierig, wenn man das alleine gemacht. Viel Sauerstoff in den Körper und ins Hirn und das ist gesundheitsfördernd. Das tut einem gut, gibt einem viel Energie. Das Kriterium der Operide ist ruhig und kissiger und sie wird so gut, dass wir strahlen und lachen und so gut sprechen. Dadurch, dass wir lachen, kommt viel mehr Energie in unseren Körper, weil wir tiefer atmen und das hat einen positiven und energetisierenden Effekt auf unser ganzes Sein und Tun. Er hat das 1995 entwickelt, erfunden. Mit nur 5 Personen in einem Park. Und das Ganze hat sich irrsinnig weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es 6000 Lach-Yoga-Clubs in 6000 Ländern. Hi Maarten. Naar elkaar aankijken, want dan ga je vanzelf al een klein beetje lachen. Klopt het? Ja. We kijken de camera aan en we gaan ook al een beetje lachen. Ja. Gaat vanzelf, zie je wel. We krijgen een derde punt. Dat derde punt? Het gaat over yoga. Ja. Yoga. Ja. Het gaat over ademhalen. Lekker in de bergen. Oh, lekker. Oh, zuurstof. Okay. Ja, zuurstof. Ik revitaliseer. Ik word helemaal weer levend. Ja. Nou, dat wou ik ook nog zeggen. Er is ook nog een wetenschap. Wetenschap over lichaam. Nee, maar wetenschap. Verbinding van yoga. Ja, precies. Die kom je dus weer tegen. Nee, kijk, en dan is er nog de wetenschap. Wetenschappelijk is namelijk bewezen dat het lichaam het niet weet. En we hebben het ook gezien dat in alle wetenschap is zo gezegd dat het echt zo is dat gewoon het vanzelf gaat en dat je toch endorfine aan. Endorfine! Happiness, we are happy. Dan hebben we het vijfde punt. Wie heeft dit nou allemaal bedacht? Ja, wie heeft dit bedacht? Wie heeft dit nou bedacht? Dat moet iemand zijn met ja, heel zo'n man. Met haar. Met heel weinig haar. Heel weinig haar. Well, it's very... Yes, I'm Dr. Kataria. I'm Dr. Kataria. I'm from Bombay. Only wife, Madori. Yeah. This is my wife, Madori. Hello, Madori. She is yoga. Yes, very good. Yes. And we are the founder. I'm the founder. She's the co-founder.
and we started with two. There were three more people in the park, and we started it all. And now there are 6,000 clubs on the mountains. The world. Look on the mountains. There is a club over there. Yes. I see a club over there. Ah. And this is Switzerland, but there are in 59 other countries clubs This as was well. Nederland. Kom lachen. Bye bye.